lieve vrienden, een hele goede namiddag. Ja, het is laat. Het is op mijn horloge, is het 15:56, bijna 4 uur. Ik heb me gedoucht gedaan en een foto heb ik gedaan. Ik heb al heel veel gedaan. Het begon met uitslapen. Ja, hoe laat ik eruit van weet ik niet. Doet er ook niet toe. Maar ik heb in ieder geval ook al heel wat gedaan. Dus dan ga ik van een bakje koffie genieten. En ik wens jullie in ieder geval weer welkom bij een nieuwe vlog van mij. En van ons, moet ik zeggen. Corina en de Weesterboel. En het is vandaag de 6e. En ik loop wat op achter met de vlogs. Die van de middag online is gekomen, die ik gisteren in elkaar gezet. Ja, ik kan best weten dat er morgen niks komt. Ik weet het niet, want ik ben het momenteel allemaal even, zoals jullie het al weten, zat omdat ik niet in orde ben. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb sowieso al dagelijks hoofdpijn. Maar de ene keer kan ik ermee handelen, de andere keer kan ik er niet mee handelen. En het is momenteel is het zo dat ik er meer niet mee kan handelen dan wel. Het is momenteel erg, ja, maar erg. Ik vind het gewoon niet leuk. Maar ja, dan kan ik wel naar de dokter gaan. Maar ik weet precies wat het is. Stress, ja. Nou ja, ik ben degene die zo gek is dat ik stress heb. Karin die weet wel waarom. En dus, die begrijpt het ook volkomen. Maar ja, we gaan gewoon verder door met leven. En ik doe de dingen wat ik doen moet. En vloggen is iets dat moet niet. Dat mag je en dat wil je. Dus ja, het komt best wel dat ik vandaag niks in elkaar zet. Ik zie wel. Ja, eigenlijk moet ik wel, want het is het vervolg van vandaag. Maar oké, we zien wel. Nee. Het vervolg van gisteren, moet ik zeggen. Zie, ik ben helemaal door de war. Maar oké, ik heb wel mijn oorbel in. Maar omdat ik mijn haar gedaan heb, maak ik mijn 9 van de 10 keer niet op. Dus, maar ja, oké, ik ga mijn bakje koffie lekker doen. En ik ga er lichtjes aan doen, want het is een beetje donker hier. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag. En ik zeg tot straks. Doei, doei. Die daar, die bij die hondenkap op, die is niet lief. Zijn eigen eten laat hij staan en hij steelt voor de poezenbeestjes. Nou, dat deed hem zo dan heeft gekregen van me. Ja, ik ben boos op hem. En dat moet hij maar niet doen. Anders doet hij dat nooit en nou doet hij het wel. Nou, dan heeft hij aan mij een verkeerde neem. Hé, prinsesje, potverdikkie. Jouw eten was ik op tijd bij je, hè? Ja. Heb ik mooi weggezet. Hé, ja. Ja, hé. Wat? Oh, ja, meisje. Ja. En ze had overgegeven. Achter de bank, notabene. Daarom legt de schijnwerper erbij. Die zullen we zo ook even opruimen. En ik ga zelf aan mijn eten beginnen. Kijk, dat heeft meneer laten staan. Ja? Nou, en dan van de poes een beetje stelen. Nou, mooi niet. Dat gebeurt niet. Ik ga de rode kool. Ik had het vrijdag ook. En dan had ik nog een klein beetje van overhak in de koelkast gezet. Had ik met Astrid. En doe ik dit erbij. Maar zij lust. Geen. Bakbloed was. Maar dat lust ik wel. Lekker puur. Dus ja, dat ga ik lekker bij eten. Ik zal eerst dat ding weer omhoog doen. Ik zie er dus niet uit zoals jullie al wel weten, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik geloof dat we allemaal een beetje ziekjes zijn. Want de poezen die moesten haast niet. Ik had de eeuwin op me weinig gegeven. Het is meer vocht dan wat anders. Ik kan wel vaak heel weinig gegeven. Behalve, hij was wel in orde, maar hij laat het staan. Nou ja, hallo, wat ben je dan mee bezig? Moet hij niet gaan stellen van ander. Oh, wat zie ik eruit. Maar ja, pech doet lekker niet toe. Nee, ik ben in mijn eigen huisje. Lekker puur. Morgen zie ik er weer goed uit hoor. Ja, als ik mijn haar gewassen heb en ik krijg geen bezoek of wat dan ook. Of ik ben onder de douche geweest en ik krijg geen bezoek.
dan blijf ik gewoon lekker zo rondlopen en dan krijg ik wel bezoek. Nou, je weet hoe ik ben, dus ja. Het zijn altijd maar mensen die, we kennen, die ik ken en die mij kennen, dus ja, lekker belangrijk toch? Je bent in je eigen huis en dan kunnen ze niks van zeggen hoe je erbij loopt. Lekker pup. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga mijn eten beginnen en even op mijn telefoon kijken wie dat was. En ik spreek jullie straks. Nou, lieve vrienden, al met al is het alweer veel te laat. Ja, ik had eerder naar bed toe willen gaan, maar er was weer van alles en nog wat aan de hand in de groep 50-plussers. Zodanig dat ik er twee heb kunnen blokkeren. Dat ik groep op slot heb moeten zetten. Dat ik een paar topics op slot heb moeten zetten. Een paar topics moeten verwijderen. Zelf topics neer moeten zetten als waarschuwing. En die tevens ook wel op slot. Ik denk, ik wil daar geen reacties onder hebben. Dat is bekijken. Maar ik was spuug zat. Vrolijk daarentegen is ook lastig. Die zit met de slobber in die kap daar. Daar hou je niet van mogelijk. Je wordt er gek van. Dus die een aantal x-keren moeten waarschuwen. Dat ik ben het zat. Ik ga nou naar mijn bedje toe. En ik hoop dat ik kan slapen. Vanmiddag rond een uur of half één, één uur komt Astrid weer. Dus ja, ik weet niet hoe is en wat is. Maar morgen weer een dag van weinig vloggen. Dus ja, wie weet. Bouw ik het hier aan vast. Want dit staat ook nog niet op de computer. Komt allemaal wel. Ze zeggen, slaap lekker. Met mooie dromen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei. Een hele, hele goede middag. Ja, het is middag. Van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Die ligt daar. Die is momenteel lief. Maar Ewin daarentegen, die zit daar op de stoel. Die is stout. Ja, die loopt met de zeuren en te bekeren en te doen. Terwijl je bezig bent. Kijk, had het bak verschoond. De douche gedwijld. Mijn haar gedaan, zoals jullie zien. Buiten de boel opgeruimd, de poort geopend, want Astrid die komt zo. En het is donker, het is triest, het is grijs, het is grauw. Maar niet getreurd. Nee, niet getreurd. Van harte welkom bij een gloednieuwe vlog. Van ons dus, had ik al gezegd. Maar het is vandaag maandag. Het is 11 minuten over 12. En het is 7 januari. Ja. En ik had gisteren dus twee geblokkeerd van de groep. Eruit geknikkerd, weg ermee. Ik laat niet mijn andere leden beledigen of seksuele opmerkingen plaatsen. Wat niet toepasselijk is. Nee, dat doe je niet. En die had ik eruit geknikkerd. Maar hoe die aan mijn telefoonnummer komt. Joost mag het weten, er heeft er eentje geluld. Maar ik denk dat ik wel weet wie. Maar hij belde me er net op. Ja, aan mijn hoela. Ik heb hem gelijk afgenokt. Ja, en ik krijg nog een loopneus ook. Heb ik dat? Ja, heb ik. Even mijn klossetpapier. Ja, die heb ik gevonden. Nou, ik zet jullie even neer als dat wil. Ja, dat wil. Nou, even mijn neusje laten uit beeld. Want het staat niet zo netjes. Wat moet jij, Kandalf? Hé? Baba. Kan dat niet? Hi man. Zo. Ook weer klaar. Zo. Maar in ieder geval, nee. Dat vind ik niet behoren. Ik heb geheime nummers, dus blijf van mijn telefoonnummers af. Degene die ik het geef, dat geef ik en dan moet ik niet doorgeven. Nee. Dus ja, diegene die ik het gegeven had, die is ook dus niet te vertrouwen. Je geeft niet zomaar zonder toestemming een telefoonnummer door. Nee, dus die ga ik zo opbellen. En ja, zo hoort het van me. Van dankjewel hè, dat je mijn nummer doorgeeft. Heb ik jou de toestemming voor gegeven? Ik dacht dat niet. Nee. Maar oké, hier heb ik Kandalfi. Hé, Kandalfi! Ja nou? Thank you.
kan wel zo even. Oh, god, die dikke doosje. Ja. En Frodo ook, lieve. En het is allemaal zand en haar, wat ik zie. Maar we gaan eerst aan de koffie. Vind ik ook. Even pauze, dan weer voor de rest. En dus, nou, en morgen komt Carmen weer, maar dan moet ze werken. En dan mag ik weer niet vloggen, want dat mag weer van de baas niet. Ha! Doet er niet toe. Maar oké, het is daar in ons zand en haar van Frodo. Erg! Maar ik zal zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag met datgene wat jullie doen gaan. En ik zou zeggen, tot strakjes. Hoe laat, weet ik niet, want Astrid komt. Dus doei doei. Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Het is, hoe laat leven we eigenlijk? Jeetje, ik zie het zo wat niet meer. Wat, het is vandaag donker hoor. Het is 15:53 en Astrid die is nou al een ruim een uur weg. Maar ik ben gewoon lekker even voor mezelf bezig. Even lekker niks. Niet voor die pc. Ja, ik zit er nou even voor vanwege de tijd. Maar ik zit gewoon met mijn telefoon lekker een spelletje te doen. Ja hoor, bakje koffie ben ik mee bezig. Moet kunnen. Kandalfie ligt lekker in de vensterbank. Hé, man? Ja, hé. Oeh, ga je komen? Ga jij komen? Oh, is het zo? Hé, is het zo, man? Oh, goed, zie dat. En dan was mijn koffiewater klaar. Ja, eventjes andere hand. Zo. Lekker bakje koffie. Lekker. Ja, en dan moet je niet denken dat ik Pokémon Go speel. Nee, ik speel iets heel anders. Ga eens even weg met je steurt, zo. Nee, ik speel een heel ander leuk spel. Ja, en hoe het heet weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar maakt toch niet uit dat het me leuk is. Het gaat om een stad, een boerenleven. Je moet groenten en alles moet je kweken. Je hebt fabrieken, je hebt alles. Ja, en dan moet je die stad helemaal opbouwen tot een grote, complete stad. En dorpjes, eilandjes, weet ik veel. Maar wel leuk. Lekker relaxed, bezig. Heerlijk. Even de doel van me af. Maar ja, even mijn voet. Zo. Dat ja, ik zit daar even lekker van te genieten. En het wordt al donker, om zowat eigenlijk al het licht aan te moeten hebben eigenlijk, maar dat doe ik nog niet, nee. Vind ik niet nodig. Ik ben toch maar alleen met de diertjes, dus vind ik het nog niet nodig om al licht aan te gaan doen. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne namiddag en ik zeg tot strakjes maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn eten weer op. Ja, en ik probeer mijn schort even los te maken. Want ja, die hek nog wel om vanzelf. En zo meteen lekker even genieten van een bak koffie. En ik ben nog met, namaak champagne bezig, wat ik van oud en nieuw nog over had. Met bubbeltjes erin. En ik ga zo meteen genieten van GTST. En vanavond, ja, ik ga even reclame maken, maar ik word er niet voor betaald. Nee. RTL 4, 21 uur, meende ik, 35 zoiets. Komt een hele goede serie. Hij is al een keer eerder geweest. Hij komt nou weer. Maar een nieuwe serie schijnt het te zijn. Dus niet een herhaling. Van Good Doctor. Ja, die jongen is, heeft... ja, wat heeft hij nou? Goh, autisme. Hè? Kon er even niet op komen. En hij is wel dokter. Dus dat vind ik. Ja, in de serie dan, hè. Maar het bestaat ook in het echt vanzelf. En dat vind ik toch altijd top. Ja, dat iemand met autisme toch zulke soort dingen kan doen. Maar dan heeft hij ook nog eens een keer een gave. Ik zou zeggen, ga kijken. RTL 4. Vanavond 21:35. Ga kijken. Ik denk de andere week woensdag ook weer. Ha!